eventjes vrij gehad. En gelukkig ook wel weer met wat versoepelende maatregelen. Dus ik kon ook een paar dagen naar het buitenland. Dan heb je na 4 weken altijd wel weer zin om te beginnen. Ja, grote club. Enorm goede faciliteiten. Enorme wil om ook echt het beste uit de spelersgroep te halen. Het wordt ook wel erg belangrijk gevonden dat je als speler daar zelf heel veel voor doet. En dat is wel een manier van werken die mij heel erg aanspreekt. Je merkt gewoon dat de club heel erg leeft. Dus een grote club en veel zin om echt te gaan beginnen. Wat is er allemaal veranderd in die 5 jaar dat je bent weg geweest? Oh, zoveel veranderd. Echt, dit gebouw is uit de grond gestampt. Nee, er is heel veel veranderd. Ook eigenlijk overal. Ik denk dat er een stuk of 3 die dicht bij de selectie stonden, die zijn er nog. En dat is perschef, materiaalman en een fysio. Eigenlijk de rest is helemaal veranderd. Hoe bevalt het om terug te zijn? Ja, goed. Nee, heerlijk. Ik heb er ook zin in. Ik heb ook zin in om weer los te kunnen gaan. Dus voelt heel goed. Voelt heel goed dat we weer bezig zijn. Uiteraard starten we rustig op. Amateur nu weer wel, vorig jaar niet, hè, vanwege corona. Eén zo'n wedstrijd is ook prima voor je bindingen hier in de regio. Leuk voor zo'n club, leuk voor de mensen om dat te zien. En daarna hebben we het geprobeerd gedoseerd op te bouwen met variatie. Hè. Derde liga clubs uit Duitsland, Nederlandse clubs, topclubs uit het buitenland. Vorig jaar hadden we Werder Bremen natuurlijk. En later nog, moet je me even helpen Frank? Arminia Bielefeld, ja, 2 Bundesliga clubs. Dus ja, dat is uitstekend bevallen, want dan moet je volle bak. En je ziet gelijk waar je zelf een beetje staat en waar je eventueel nog hard aan moet werken. Vakantie is heerlijk en daar heb ik ook echt van genoten. Maar als je dan eenmaal weer mag beginnen, dat is dan ook weer lekker. Dan sta je wel weer, dan ben je wel weer blij dat je kan beginnen. Nu las ik deze week dat er 7 van de 8 seizoenkaarten uit de buurt van Lelystad, dat die van jou zijn. Klopt dat? Ja, niet zozeer van mij, maar wel van familie en schoonfamilie inderdaad. Ja, die zijn voetbalgek en vinden het vooral heel erg leuk om mij ook te zien straks. Ze hebben geen enkel risico genomen dat ze een keer te weinig kaarten hebben of dat er geen kaarten bijgekocht kunnen worden of iets. Dus die hebben... Of we, zeg maar, verdeeld over 2 families, hebben 7 seizoenskaarten alvast. Nu zullen ze ook wel blij zijn dat je wel dichter bij huis voetbalt, dat ze kunnen komen kijken. Ja, het wordt wel iets makkelijker om te komen kijken inderdaad. Ja, ze moesten het toch vooral doen met op tv kijken. Gelukkig konden ze onze wedstrijd op tv wel volgen. Maar ja, verder denk ik dat ze... mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft dan de meeste wedstrijden van allemaal nog wel gezien in het stadion. Die heeft er misschien 4 gezien. Dus ja, dat is niet veel over 3 jaar en 100 wedstrijden. Dus ja, dat wordt voor hen zeker ook heel erg leuk dat ze nu in het stadion gewoon kunnen kijken. En natuurlijk heel lekker dat er gewoon weer publiek mag komen. En ja, zij dus ook.